Het is bijna maart, de winter is bijna voorbij, maar nu gaat het pas vriezen. Hier kunnen we schaatsen op de Landschapsplas. Onze Olympische spelers zijn thuis, maar hier kan op volop geschaatst worden. Kinderen, hoe gaat het een beetje? Goed, goed. Hoe is het ijs? Ja, heel dik, maar daar is het heel dun. Maar je hebt geen schaatsen om? Nee, ik had geen zin om schaatsen te zoeken. Andere mensen... Maar jij kunt wel schaatsen, Dian. Ja. Laat eens maar zien. Ja, het laatste keer. Iedereen zo. Je was er net lekker aan het ijshokje. Waar heb je dat geleerd? Hier op het zandkot. Maar niet op van tv gezien, want de Olympische Spelen werd ook volop gehockeyd. Ja, maar dat heb ik niet echt vaak gezien. Maar je hockeyt met mijn schoen, is dat normaal? Nee, maar we hebben geen pek. Nou, veel plezier nog, jongens. Dank je! Dank je wel. Er wordt hier al lekker geschaatst. Heb je het nog niet geprobeerd? Nee, nog helemaal niet. Mijn schaatsen doet dik in het vet. Dan ga je het niet proberen? Nou, heel lang hebben we niet meer. Hè. Ik denk nog een dag of twee. Misschien? Nee, maar nou is het weer om te schaatsen. De winter is nog maar net begonnen. Dat is waar. Ik denk dat ik wel ga doen, ja. En in Versum zou het misschien wel kunnen. Wij gaan daar even naartoe en dan gaan we even kijken. Is dat al dichtgevroren dan? Ja, dat weten we zo. Volgens mij niet, want gisteren was het daar nog aardig open. De wind, hè? Het is allemaal golven en dat bevriest niet. Nou, we zullen het daar zien. Oké. We staan hier bij het Grote Meer in Versum-Middelree. De verwachtingen waren niet zo gespannen. Het was misschien niet bevroren, zoals dat net gezegd werd. Maar het ziet er hartstikke goed uit. Er wordt volop geschaatst en er is een lekker zonnetje. Ad, je gaat proberen hem te schaatsen, maar je bent een beetje bang dat het nog niet overal hard is. Nou, ik riskeer het maar. Kijk, ik heb eerst gekeken wie dat erop was. En ik rust op die dorf, dus een dorf ik het ook wel. Je bent niet bang dat je dus hebt? Nee, daar ben ik niet bang voor. Kunnen jullie überhaupt schaatsen? Klein beetje. Het is meestal een beetje wandelen, maar ja, ik maak toch dat ik het ken. We zullen eens gaan kijken. Hey, veel plezier. Ja, dankjewel. Zo, jij kunt goed schaatsen. Ja, ik zit ook op schaatsles. Heb je vanmorgen pindakaas gegeten? Hoe weet je dat? Ja, alle goede schaatsers eten vanmorgen pindakaas. Dat is ook waar. Ja. Maar jij zit op schaatsles? Ja. Dat dacht ik wel, dat je zo goed kon schaatsen. Ja. En ben je blij dat het nu weer zo koud is dat je hier ook op het natuurijs kunt schaatsen? Ja, want het zonnetje schijnt ook en dat is fijn. Ja. Nou, veel plezier nog en ik hoop dat het nog een paar dagen lekker vriest. Dan kun je nog lang schaatsen. Oké. Jullie doen de schaatsen uit of aan? We doen ze nou uit. Was het goed om te doen? Ja, uitstekend. Dun ijs, maar prima om te doen inderdaad. Is het lang geleden dat je op natuurijs schaatst hebt? Dat weet ik niet. Ik denk vorig jaar misschien één dag of zo. Ja, nu, is het al, meer. Ja, nu is het al bijna maart en nou lukt het Ja, het is geweldig inderdaad. Fantastisch. Ja. Dus het was hartstikke leuk? Ja, het was fantastisch. En schaats je vaker? Nee, ja, op natuurijs. En niet op een kunsthuis? Nee, nu niet meer. Nee. Maar als het gauw natuurreis is, dan zijn we er klaar voor. Fijn dat het er nog een keer kon. Super, ja. Super. En, hoe ging het? Goed? En jij, kun je al een beetje schaatsen? Viel nog niet mee, hè? Vroeger leerden wij het met een stoel, maar jij bent nu degene die de stoel is eigenlijk. Ja, die ligt nog achter in de auto, de stoel. En zo gaat het ook, toch? Veel plezier met de kinderen. Dankjewel. Ik wil ook op tv. Oh nee, ik wil ook op tv. We hebben hier drie jonge schaatsers. En die kunnen allemaal heel goed schaatsen. En eentje kan ijshockeyen en die andere twee kunnen hartstikke goed achteruit. En waar heb je het schaatsen geleerd? Nou, ik heb het eigenlijk gewoon geleerd van, ja, ik ben laatst weer schoolschaatsen. Dus, en ik kan eigenlijk niet zo goed schaatsen, ik moet gewoon even inkomen. En jij kunt hockeyen omdat je al op
ijshockey zit? Nee, ik zit niet op ijshockey, maar ik heb gewoon heel vaak geschaatst. Laat maar zien wat jullie allemaal kunnen. Dus, laat maar zien. Sorry. Hé, hey, daar hoort er ook een beetje bij, hè? Was dat de eerste keer? Ja. En dat is hier kont? Ja. Hij is wel heel vaak gevallen, hè? Ja, best vaak. Wel? Ja. Nou. Maar soms valt het wel een beetje mee, soms niet. Net viel ik uit, maar mijn elleboog op het ijs had er één barst in. En ik zat er net achter. Ja. 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 Je moet wel een beeld staan. Ja, je moet een beeld schaatsen. Hier hebben we een ervaren schaatser die is aan het oefenen voor de Elfstedentocht, of niet? Nou, ik ben niet zo ervaren, maar ik vind het wel leuk. Het zag er flitsend uit. Ik schaats pas, ik schaats natuurlijk al langer, maar we hebben pas een halfjaartje les op de ijsbaan in Eindhoven. Maar het gaat goed? Ja, het gaat goed. Het is leuk. Lekker schaatsen, het kan nou. En ik heb nog pas sinds een maandje klapschaatsen, dat gaat ook weer iets sneller. Maar ja, het is gewoon techniek, hè? En blijven oefenen. Hoe werken die klapschaats eigenlijk? Ja, het is eigenlijk een gewone schaats, maar omdat je dit kan doen, kan je verder afzetten. En, schaatsen is eigenlijk een al balans. Goed door je knieën, goed laag zitten. En als je klapschaats hebt, kan je net wel verder afzetten. Omdat je, zeg maar zo, dat laatste stukje heb je nog extra om af te zetten. Dus dat scheelt weer. Nou, weer wat geleerd. Ja. Hey, veel plezier nog. Ja, bedankt. We gaan weer schaatsen. Als de weersvooruitzichten kloppen, is deze ijspret van korte duur. Maar hier kunnen we toch nog een paar dagen mooi genieten. En anders wordt het toch weer volgend jaar om te schaatsen. Nou, schaatsen. Hop. Het is 28 februari 2018. We staan hier achter de Nacht bij de ijsbaan. We filmen het daarom omdat het misschien wel weer net als vorig jaar 13 jaar gaat duren voordat onze ijsmeesters aan het werk mogen. Vanmiddag stond er een heerlijk zonnetje. Voor het ijs was dat natuurlijk niet zo goed, want je zag plekken op het ijs. Oh nee, daar is een stap! Jullie zien hier op de film dat er wat ouders lekker in de zon staan uit de wind. En die staan hier echt te genieten van de schaatsende jeugd. De putjes dicht zetten zodat het water niet weg kan. Omdat het asfalt zwart is, dooit het overdag. Want de zon schijnt op dat zwarte asfalt en je houdt de warmte vast en dan dooit het. Dus dan hebben ze 's avonds weer extra veel werk. Om 5 uur begonnen ze alweer water te nevelen. Als we de slang niet uitdraaien, dan bevriest die en dan moet de melk hier op de vloerverwarming liggen bij Rombouts. En dat willen we niet. Daarom laten wij de slang lopen. Er is vanmiddag al geijshockeyd, geloof ik. De school heeft er al flink van genoten hier. En dan zien we hier ook nog dat er, hoe enorm het gewaardeerd wordt dat de ijsmeesters het werk weer gedaan hebben. Want hier zien jullie een bedankje. Ik moet trouwens eerst beginnen met een groot compliment te maken voor de ijsmeesters, want het is echt hartstikke leuk.
Uit blijk van waardering heeft de dorpsraad de ijsmeesters een snoeperkustocht aangeboden.